Pepijn Reinderink. Een raar Europees kampioenschap voor belofte, denk ik. Ja, het was wel een vreemde wedstrijd. Ja, er stond net niet genoeg wind eigenlijk om het echt op de kant te krijgen. Dus ja, het was heel nerveus in de aanloop. En ja, het was eigenlijk gewoon niet zwaar genoeg voor ons team, denk ik. We hebben niet echt een sprinter mee. Dus het was ook niet aan ons om de koers eigenlijk te controleren. Dus ja, die mannen voorop kregen 4 minuten. En eigenlijk wisten we toen al dat het bekeken spel was. Maar ja, ze laten ons ook niet rijden in de kopgroep. Dus ja, het is een beetje een dubbel gevoel. Maar we hebben als team ons goed gecontroleerd. En elke keer als eerste opdraaien. Dus ja, en dan is het zonde dat het net geen zware koers wordt. Omdat het na de Vanberg eigenlijk wind tegen is. Dus dan komt alles vrij makkelijk terug en dan valt het stil. Maar ja, volgende keer dan maar. Ja, want je zegt van we hadden al vrij snel in de gaten dat het voor die drie voorop was. Hoe snel in koers was dat? Wanneer wist je, ja, we rijden hier eigenlijk nog maar van Jan Joker rond? Ja, een beetje zo 20 kilometer voor de omloop, zeg maar. Toen zagen we een bordje 4 minuten. Ja, eigenlijk was het toen voor ons klaar eigenlijk. Dan was het eigenlijk voor ja, we wilden koersen, maar ja, dat lukte dan weer niet. Dus ja, jammer. Zijn er ook andere landen die iets te verwijten valt? Je zegt, ja, we konden niet koersen. Waren er misschien andere landen die daarin een bijdrage ook hadden kunnen leveren? Ja, op zich. De Belgen hebben dan wel een snelle man mee. Die dit soort, maar die beginnen pas te rijden in de laatste ronde. En dan is het eigenlijk te laat. Dus ja, het is zonde, maar ja, dan maar volgend jaar. Dankjewel, papa.